sommige koppels met een kinderwens hebben een verhoogd risico op een kindje met een genetische aandoening. Gelukkig kunnen we dat risico beperken met de pre-implantatie genetische test of PGT. Alles begint bij een raadpleging op de dienst Medische Genetica. We luisteren naar jullie verhaal en maken een stamboom op. We doen ook dragerschapsonderzoeken bij beide partners en stellen een chromosomenkaart op. Zo achterhalen we of er bijkomende factoren zijn om rekening mee te houden. In de meeste gevallen moeten we een genetische test op maat ontwikkelen. Dat duurt ongeveer 4 maanden. In de tussentijd gaan jullie op gesprek bij de afdeling reproductieve geneeskunde. Een arts maakt jullie medisch dossier op en geeft meer uitleg over het verloop van IVF-behandeling tot embryotransfer. We plannen ook enkele tests rond vruchtbaarheid. Op basis van de resultaten maken we een behandelplan. Een IVF-behandeling start met een hormonale stimulatie van de eierstokken. Gemiddeld duurt dit 14 dagen. Daarna volgt de eicel-pick-up. De eicellen worden in ons labo bevrucht. Enkele daarvan groeien na 5 à 6 dagen uit tot embryo's die geschikt zijn voor genetische analyse. We nemen per embryo enkele cellen weg en vriezen het embryo vervolgens in. Dan worden de weggenomen cellen genetisch getest. Het resultaat is gekend na 2 à 3 maanden. Embryo's die geschikt zijn, worden ontdooid. Hebben ze de dooi goed doorstaan, dan brengen we ze over naar de baarmoeder. Veel hangt af van de situatie, maar er is een goede kans op een doorgaande zwangerschap. En lukt het niet, dan proberen we nog eens. Zo helpen we jou en je partner op weg naar een gezonde baby. Heb je nog vragen? Het hele PGT-team staat altijd voor jullie klaar.